Burgemeester van Aartsen, u bent vandaag weer in het gebied geweest waar het gisteren uit de hand loopt. Wat heeft u aangetroffen? Nou ja, op dit moment is het redelijk opgeruimd dankzij de fantastische zorgen van de mensen die dat doen voor de gemeente. Maar ja, ik heb met een aantal ondernemers gesproken, ik heb hier met een aantal mensen gesproken. Nou, en iedereen vindt het vreselijk wat hier gebeurd is gisteravond. Door mensen die echt helemaal niets meer met de dood van Mitch Henriquez hadden. Ja, hoe kwalificeert u die vernielingen? Nou, dat waren vernielingen. Dat zijn gewoon railschoppers die erop uit waren. Als u de beelden ziet van wat er in de Albert Heijn is gebeurd hier in de buurt. Dan zie je gewoon dat zijn gewoon vandalen die een winkel bestormen en plunderen. Nou, echt waar, dat heeft 0,0 meer te maken met de waardig begin van Arubanen die echt wilden tot uitdrukking brengen hun emotie en hun boosheid. Ja, want dit heeft dus ook helemaal niks te maken met het incident afgelopen zondag, vindt u? Nou, hier is men bijeengekomen. Daar hebben zich mensen tussen gemengd die alleen maar uit waren op een rel en op vernieling. En dat allemaal ten koste van de wijkbewoners hier. Want die waren niet zoveel aanwezig. Heeft u gisteravond of gistermiddag nog overwogen om de demonstratie te verbieden? Want er waren toch aanwijzingen dat er ook mogelijk mensen zouden gaan rellen. Nee, dat is een moeilijke afweging geweest. Maar de wens was vanuit vele Arubanen en nog een aantal mensen daaromheen, niet de familie overigens, maar om toch een moment van herdenking of ook een demonstratie te hebben. Nogmaals, om hun boosheid en emotie te laten blijken. En ik vond het niet gepast om dan te zeggen dat mag niet hier, maar dat moet maar ergens anders. En daar hebben een aantal relschoppers misbruik van gemaakt. Ja, is u nog verteld waarom nou juist hier die demonstratie moest plaatsvinden? Nou, ik denk dat dat iets te maken heeft met verhalen die een aantal jaren geleden de ronde deden over dit bureau. Waar ik heel veel afstand van heb genomen. En bovendien, ik vind het ook voor de politie en ook voor de leidinggevende bij de politie, die ongelooflijk hebben geïnvesteerd de afgelopen anderhalf, twee jaar in verbinding met Schilderswijk en Transvaalbewoners. Die relatie is ook goed dat dat uitgerekend hier gebeurde. En krijgt die relatie nu weer een deuk door deze gebeurtenissen? Ik hoop het niet, ik denk het ook niet, want die relatie is eigenlijk heel goed. Nogmaals, dankzij een enorme inzet, dat heb ik ook een aantal malen aan de raad uit kunnen leggen. En ik geloof dat die relatie geen deuk heeft gekregen. Maar het is beroerd voor de Schilderswijk dat de Schilderswijk weer over de tong gaat. Ja, even iets anders, is er al iets meer bekend over de toedracht van de dood? Zijn er al vorderingen in het onderzoek? Het onderzoek loopt. Dat onderzoek moet kritisch, precies, dat moet men ook zorgvuldig doen. Maar wat ik wel heb gevraagd aan het Openbaar Ministerie en de Rijksrecherche, doe het wel snel. Want ik denk dat iedereen daar baat bij heeft. En ik hoop dat het ook inderdaad binnen niet al te lange tijd we voorlopige conclusies zouden kunnen krijgen. En wat is voor u niet al te lange tijd? Daar ga ik geen uitspraken over doen. Dan zou ik gaan speculeren, dat doe ik niet. En ja, heeft u nou nog aanwijzing dat het misschien vanavond of ergens de komende week nog een keer mis kan gaan? En zo ja, heeft u mogelijk voorzorgsmaatregelen getroffen? De enige verzoek wat ik aan iedereen zou willen doen, hou ermee op. Dit is zo'n ernstige zaak waar heel velen heel veel verdriet, maar ook boosheid en emotie bij hebben. Maar hou die emotie alsjeblieft binnen en verniel deze wijk niet verder. Hartelijk dank.